lot stuurde, of niet? S'avonds lezen we in de kranten hoe het ging die dag aan het front. Zoveel honderd weer gevallen, zoveel duizend weer gewond. Zoveel kinderen zonder vader, zoveel moeders zonder kind. En we vragen toch wanneer eens dat gemoord een einde vindt. Maar des morgens welke vreugde lezen we in het ochtendblad. Dat er een banket geweest is in de een of andere stad. Waar Lloyd George heeft gedronken op het welzijn van zijn land. Waar de oorlog werd gewonnen met het wijnglas in de hand. S'avonds lezen we in de kranten weer een boot getorpedeerd. Zoveel mensen uitgevaren, zoveel maar teruggekeerd. Zoveel tonnen graan verloren, zoveel monden zonder brood. Zoveel vrouwen, zoveel kinderen, dichterbij de hongersdood. Maar des morgens welke vreugde lezen we in het ochtendblad. Van een rijk en deftig feestmaal in de een of andere stad. Waar de keizer heeft gedronken op zijn uitgehongerd land. En den alten God geprezen met het wijnglas in de hand. Elke dag brengt nieuwe ellende, nieuwe armoe, nieuwe rouw. Elke dag krijgt ons vertrouwen in de mensen weer een knauw. Angstig vragen we hoe lang nog deze oorlogswaanzin duurt. Welke afgezand des duivels deze wereld toch bestuurt. Ernstig gaan de diplomaten naar hun feestmaal en banket. Satan heeft aan het hoofd der tafel zich als schenker neergezet. En hij vult daar met een grijnslag telke malen tot de rand. Met het rode bloed der volkeren twillig wijnglas in hun hand.